Naast mijn werk als presentator ben ik ook aanjager in de coalitie tegen eenzaamheid. Nou, in die rol reis ik het land door om te kijken wat er zoal gedaan wordt tegen eenzaamheid. Wel, prachtige initiatieven voor oud en jong. Hier in Amsterdam ga ik langs bij Galit. Galit heeft een training gevolgd bij Gouden Mannen, een stichting die mannen met een migratieachtergrond helpt om weer een plekje in de maatschappij te vinden. Hoe? Door soms gewoon iets nieuws te proberen. Galit, jij werkt als stadsreporter. Ja. Dat is echt helemaal iets nieuws, hè? Ja, dat is eigenlijk voor mij. Ja. En het is eigenlijk een kans om iets meer te leren. Ja. En ervaring te doen. Dit is een project van Gouden Mannen. Ja. Wat is nou Gouden Mannen en hoe ben je hier terecht gekomen? Ja, Gouden Mannen eigenlijk is een organisatie die zorgen voor 50 bloesters in staal. En die mensen die hebben gewoon een probleem. Gewoon met pensioen, ben je alleen thuis, wil je contact komen met mensen. En dan ga je, sluit je bij de Gouden Mannen. En dan krijg je meer, één keer eigenlijk per week, maar ik krijg wel meer tijd met andere mensen. Voor allerlei problemen te praten. Ik krijg ook cursussen of sociale vaardigheden. 2 jaar geleden was ik iemand anders. Maar nu vind ik mezelf een beetje, eigenlijk, ging een beetje bloeien. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Ja, eigenlijk, die contact die heb je bij andere mensen. En ook de zorg van die begeleiders. Ja, maar geef me eens aan, hoe heeft dit jou geholpen? Om mezelf te kennen eigenlijk. Als een mens eigenlijk, je mag wel zwak zijn. Je mag wel beschadigd zijn. En ik ging mezelf ook een beetje te kijken, hey, ik accepteer mezelf. Hoe ben ik? Ik accepteer hem. En door dat krijgen we die kracht om verder te gaan eigenlijk. Hey, en het reporter zijn, je doet het nog maar net. Lijkt het je wat? Ja. Zou je dat zeker willen? Zeker, ik vind het wel. Ik vind het wel lukken vaak. Ja? Dus, Okay. Dus dan ga ik concurreren. Dacht dan maar.